naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Ons thema voor vandaag is verrijkende gedachtenbeïnvloedingen in Bijbels licht. We leven in een tijd van grote en toenemende maatschappelijke onrust. Stakingen, geweldplegingen en sociale spanningen zijn aan de orde van de dag. Het komt steeds meer voor dat mensen hierdoor in een zeer ernstige stresssituatie raken. In een aantal speciale programma's over dit onderwerp wil de Stichting Adulam daar de nodige aandacht aan besteden in het kader van de geestelijke volksgezondheid. Maar vooruitlopend op de inhoud van deze programma's willen wij vandaag reeds speciale aandacht schenken aan de kennelijke mogelijkheid om met behulp van gedachtekrachten en handopleggingen mensen zo te beïnvloeden dat lichamelijke en emotionele kwalen genezen. Ja, spanningen in werksituaties kunnen zelfs verdwijnen en maatschappelijke wantoestanden verbeteren. Mensen die momenteel speciale cursussen volgen om met deze gedachtekrachten leren om te gaan, blijken reeds bij het behalen van een tweede graadsdiploma energie te kunnen zenden naar mensen die ziek zijn, met de bedoeling deze op afstand te genezen. Zelfs de economische situatie op Curaçao schijnt beïnvloed te kunnen worden door, met behulp van deze methode, gedachtenbeheersing en uitstraling toe te passen. Wat ons in al de genoemde ontwikkelingen en pretenties interesseert, is de vraag of de Bijbel over dit soort methoden ook iets te vertellen heeft en, zo ja, of christenen zonder schade aan hun zielen of gebedsleven hieraan kunnen meedoen. Laten we beginnen met aan te geven dat er inderdaad methoden zijn die in het verleden de gedachten van mensen hebben beïnvloed. En we denken dan speciaal aan de ervaringen die Amerikaanse militairen hebben opgedaan tijdens de oorlog in Korea. In een nu vrijwel vergeten krijgsgevangenenkamp in Korea gebeurde jaren geleden iets verschrikkelijks. Honderden Amerikaanse gevangenen werden voorbereid om psychologisch te sterven. En zij stierven. Bij honderden. In vele gevallen raakten de Koreanen hen met geen vinger aan. Ze werden in het geheel niet mishandeld. De hele voorbereiding berustte op speciale technieken die erop gericht waren om het gedachtenleven zo te verwarren en te desoriënteren dat de lust tot leven verging, zodat de normale lichaamsfuncties na verloop van tijd hun werkingen begonnen te staken, totdat de dood erop volgde. Na de ontdekking van deze gruwelijke techniek hebben speciale legerartsen en psychiaters zich bezig gehouden met de vraag hoe een en ander mogelijk was en waarom bepaalde militairen er vrijwel zonder geestelijke schade waren afgekomen. Na langdurig en intensief onderzoek is gebleken dat men in het oosten beschikte over krachten die een bepaalde gedachtegang of waardepatroon konden veranderen en opvullen met nieuwe waarden. Het slachtoffer houdt na verloop van tijd gewoon vol dat hij altijd zo gedacht, gehandeld en geloofd heeft zoals hij dat nu doet. Ook al blijkt voor de omgeving dat er een sterke verandering in het denken heeft plaatsgevonden. Ook in het voelen en willen van de persoon die men vroeger kende, zijn grote veranderingen gekomen. De vraag waar men nu voor stond was of het wetenschappelijk vast te stellen was dat er van buitenaf op het gedachtenleven ingewerkt kan worden, buiten de wil van het slachtoffer om. En zo ja, op welke wijze dat dan wel gebeurde.
En dat is in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn ook hoogst interessant om erachter te komen wat de uitkomsten van dit onderzoek waren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de krachten waarmee wij werkten inderdaad binnen konden dringen in het onderbewustzijn van de mens. Men maakte gewoon gebruik van bepaalde gevoelens die ervoor zorgden dat het slachtoffer geen of weinig controle meer had over zijn gedachtenleven of verward bleek door eenzaamheid, verveling, verdriet, uitzichtloosheid of een andere zielsbeïnvloedende werkzaamheid. Tijdens het onderzoek merkte men op dat militairen die zich sterke morele waarden hadden eigen gemaakt, vaak van godsdienstige aard, veel minder beïnvloed waren dan manschappen en officieren die zich deze waarden niet hadden eigen gemaakt en er maar wat op losgeleefd hadden. Bij hen waren de lichaamsfuncties het snelste verslapt en zij stierven door geestelijke en lichamelijke uitputting en wanhoop, desoriëntatie. Zij die echter onderwezen waren in de fundamentele en eeuwige wetten en waarden die de Bijbel leert, en zich daaraan vastklemden als aan het absolute en betrouwbare woord van God, bleken grotere overlevingskansen te hebben dan hun collega's, die deze waarden niet kenden of losgelaten hadden. Natuurlijk kennen we allemaal de beïnvloeding van de massamedia, zoals courant, televisie en radio, boeken en tijdschriften. Ook tijdens deze uitzending wordt u beïnvloed. Negatieve informatie leidt tot een houding van besluiteloosheid, stress, hopeloosheid, weifeling en fatalisme, wat meer tot zelfmoord kan leiden of criminaliteit. Iets waar we dan ook bijna dagelijks mee te maken krijgen. Maar we leven in een tijd dat de geesteswetenschappen grote vorderingen maken. Via sensitivity-methoden, drugsgebruik en oosterse meditatietechnieken worden mensen voorbereid om zich open te stellen voor de krachten van menselijke geesten en die vanuit de bovenzintuigelijke andere wereld, het bovennatuurlijke. De Bijbel noemt dit de wereld van de overheden en de machten in de lucht. De moderne psychotechnieken, waaronder ook het gedachtenbeïnvloeden op afstand valt, zijn zo ingrijpend dat alleen een leven dicht bij de Heer Jezus en zijn woord, de Bijbel, beïnvloeding kan voorkomen. Alleen een doelbewuste strijd tegen indoctrinatie zal een christen zijn vrijheid doen behouden. Wanneer hij echter het verstand leegmaakt met behulp van meditatietechnieken of yoga, verliest hij de geestelijke bescherming die God hem biedt in zijn woord en door Gods Heilige Geest. En zo'n christen zal uiteindelijk ten prooi vallen aan depressies of de kracht van de zonde. Zoals reeds gezegd is, heeft de wetenschap grote vorderingen gemaakt in het herkennen van bepaalde geestelijke wetten die het menselijk leven beheersen. Velen hebben van deze wetenschap gebruik gemaakt en vermengd met allerlei vrome theorieën, vaak van oosterse oorsprong. Ook christenen houden zich met deze semi-wetenschappelijke methode helaas op, waardoor ze hun geestelijk onderscheidingsvermogen verliezen en ten prooi vallen aan Satan, de overste van de macht van de lucht. Wetenschappers zouden ontdekt hebben dat de menselijke aura, een soort elektromagnetisch veld om de mens heen, ontvankelijk zou zijn voor krachtige gedachtegolven. Deze zouden dan via de zonnevlecht, de plexus solaris en het sensorisch zenuwstelsel overgebracht kunnen worden naar de kleine hersenen, waar ze dan weer in gedachteimpulsen worden omgezet. Helaas onttrekt dit proces zich aan ons bewuste kenvermogen, omdat het zich allemaal in het onderbewustzijn afspeelt. Bepaalde persoonlijke omstandigheden, het is reeds vermeld, kunnen dit proces bevorderen, afremmen of zelfs belemmeren en voorkomen. Dat laatste geldt vooral voor christenen en die waakzaam zijn en gevuld zijn met de kennis van Gods wil, zijn woord. Hoe kunnen gelovigen nu beschermd worden door tegen de beïnvloeding van hun denken? Invloeden die de gedachten van God, de Heer Jezus en Bijbelse normen aftrekken en de geestelijke groei belemmeren.
Dat de Bijbel ons ernstig waarschuwt voor beïnvloeding en verleiding is duidelijk. En het moest ons extra waakzaam maken voor wat we tegenwoordig als wetenschappelijke methode van healing aangeboden krijgen. Het woord van God biedt dan ook een weg ter ontkoming aan dit soort invloeden. Steeds weer blijkt het geloof in de Heer Jezus, de noodzakelijke overgave en de wedergeboorte die bij de bekering hoort en het vertrouwen op Gods belofte een uiterst belangrijke rol te hebben in de strijd tegen dit soort moderne, maar tegelijk hele ouderwetse geestelijke verleidingen. Laten we deze belangrijke geloofselementen noemen. Ten eerste leert de Bijbel ons dat we bekleed moeten zijn met Christus. We kunnen dat lezen in Galaten 3 vers 27, waarin zeer duidelijk de gezindheid van Christus als naar buiten stralend mogelijk wordt geacht. Als het dan toch over aura's moet gaan, dan zouden we dit het aura van Christus kunnen noemen. In feite betekent dat een soort krachtenveld om ons heen, wat de ander opmerkt en waarvoor of teruggedeinsd wordt, omdat zo iemand in de duisternis wil blijven, van zijn eigen ik, of waardoor juist iemand die God zoekt, aangetrokken wordt en in ons leven iets herkent van de Heer Jezus. Zodra dit dan ook nog gepaard gaat met de vrijmoedige prediking van Gods woord, blijkt de Bijbel het zelfs over een geur te hebben. We lezen hoe Paulus dat uitdrukt in 2 Korinthe 2 vers 14 tot 17, waar hij het volgende zegt. God zij dank, door Jezus Christus voert hij ons mee in zijn overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt hij ons om zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is immers de geur van Christus, zowel voor mensen die gered worden en voor mensen die niet gered worden. Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf. Maar voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus die leven geeft. Wie kan zo'n taak aan? Wij doen dit werk dan ook in Christus met zuivere bedoelingen en niet zoals zoveel anderen die Gods boodschap uitdragen om er zelf beter op te worden. Wij werken in opdracht van God en Hij ziet alles wat wij doen. We zien wel dat de Bijbel up-to-date is. Paulus zou het laatste nieuws over rijk geworden, maar in zonde gevallen predikers, met een waarschuwende blik in zijn ogen hebben aangewezen, als een bevestiging van wat hij reeds geschreven had aan Timotheus en de gemeente van Korinthe. In een tijd dat er met kleuren, aura's en lichtgolven, lichtgeluid en geuren therapieën gewerkt wordt, kunnen we als christenen maar beter opnieuw terugkeren naar het gezonde woord van God, dat antwoord geeft op alle levensvragen anno 1991 en 92, als we dat tenminste beleven. We moeten onze geestelijke wapenrusting, zoals die beschreven is in Efeze 6 vers 10 tot 18, maar eens aantrekken. En die opnieuw inspecteren. Want het blijkt dat er hier en daar mankementen zijn die invloeden vanuit het Oosterse denken binnen blijken te laten komen. Ten tweede moeten we ons realiseren dat bekeerd zijn, dat is dus ook een verandering van richting onder andere, nog niet per se wedergeboorte behoeft in te sluiten. Wedergeboorte gaat veel verder dan een uiterlijke godsdienstige gedragsverandering. Het heeft alles te maken met het aanvaarden van een nieuwe meester, Jezus als Heer erkennen in je leven. Dat betekent Hem alleen gehoorzamen en niet een andere geest volgen, of dat nu een menselijke of een demonische geest is. Paulus schreef reeds dat gelovigen geen slaven van mensen en zeker dus niet van Satan moeten worden, en ook geen slaven van het eigen ik en het vlees, de begeerte, de zonde. Alleen door een radicale overgave aan de Heer Jezus en zijn woord kan de Heilige Geest van God ons leven binnenkomen en daar orde op zaken stellen. Dan alleen kunnen we leren met de wapenrusting van God om te gaan, zodat we die ook daadwerkelijk aan hebben
als de vijand met zijn listen en gedachten invloeden komt. Vanuit die relatie met God en Jezus Christus ervaren we dan de gemeenschap van de Heilige Geest, waar Paulus zijn tweede brief aan de Korintiërs als zegenwens mee besluit. Vanuit die relatie met Jezus Christus worden we door zijn geest geleid op de weg van de waarheid, die Jezus zelf blijkt te zijn. De waarheid is gepersonificeerd, een persoon. Want in hem zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen, zodat wij de zogenaamde Oosterse wijsheden helemaal niet nodig hebben in dit leven, laat staan in de toekomende eeuw. Alleen op de weg van de Heer Jezus, die tevens de Christus is, leren we onderscheiden of de geesten uit God zijn of niet. Dit is erg belangrijk, vooral omdat in de nieuwe theologie er stemmen opgaan dat Jezus nog moest komen, omdat die Jezus die aan het kruis gestorven is, niet de ware Christus was. Een hele subtiele verleiding. Ten derde moet ons denken beschermd worden door vooral een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting, de helm van de zaligheid, op te doen. We kunnen dit belangrijke onderdeel terugvinden in Efeze 6 vers 17. Paulus beschrijft in Efeze 1 vers 18 hoe christenen verlichte ogen van ons verstand hebben gekregen. Sommige vertalingen hebben hier ook wel ons hart staan. En dat staat dan voor het denkcentrum van ons leven. In Psalm 119 vers 10 beschrijft David het geheim van zijn verlichte en hemelsgerichte denken. Het was zijn zoeken naar de wil van God geweest. Dat had hij met zijn hele hart gedaan. Volle overgave was er bij hem te vinden. Zijn gedachten waren gevuld met het licht van Gods geest, waardoor zijn denken bewust wist welke richting het moest nemen. David was niet afhankelijk van lichtflitsen, geluidsgolven of allerlei invallende gedachten, maar hij had Gods geschreven woord als maatstaf en de profetie als richting. Paulus leert in 1 Korinthe 2 vers 13 dat het nieuwe denken van christenen geleid wordt door de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt. Dat is niet iets wat automatisch gebeurt, maar waarvoor je je open moet stellen. Anders worden we geleid door onze eigen geest of onze eigen intellect of emoties, onze indrukken, ervaringen. Wij noemen dat ervaringstheologie. En dat moet geleid worden door Gods geest. En die wordt weer in het woord van God gevonden. Volgens Hebreeën 5 vers 14 stelt het door God verlichte verstand van een wedergeboren mens hem in staat goed en kwaad te onderscheiden. En dat is meer dan kennis van goed en kwaad, zoals Adam en Eva hadden nadat zij in ongehoorzaamheid gevallen waren, en wat ieder mens in zekere mate heeft. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad is meer inzicht nodig. Daar hebben we een goddelijke informatiebron voor nodig. En die heeft de Heer Jezus ons gegeven. Ten vierde moet dat nieuwe denken ook beschermd worden natuurlijk. Petrus spreekt in 1 Petrus 1 vers 13 over waakzaamheid in dit verband. Dus niet alleen de helm, maar ook onze geest moet waakzaam blijven. Die mag niet in slaap vallen. Hij noemt het een omgorden van het verstand. Dus het intellect is er helemaal bij betrokken. We mogen geen kinderen in het verstand blijven als gelovigen. Dat omgorden had te maken met dat lange opperkleed in het Midden-Oosten, waar ze mee liepen, en dat werd omgord, dus omhoog getrokken, om het lopen makkelijker te maken.
een leeg verstand, zoals dat gebeurt bij meditatie, dagdromen, drugs en alcohol gebruikt, staat open voor gedachtenmanipulaties van buitenaf. Bij de moderne methode van gedachtenbeïnvloeding en zelfs hypnose is het van uitermate groot belang dat de gelovige zijn gedachten beschermt door het te richten op Gods woorden en gedachten. Zeker als hij in een invloedssfeer is geraakt van bewegingen die werken met gedachtenkrachten. Dat betekent de uitdrukking: bewaar uw hart, uw denken, boven al wat te bewaren is. De gelovige moet zich dus hoeden voor gespannenheid of bezorgdheid voor de dag van morgen, want dan wordt hij niet goed geleid. Gespannen gelovigen zijn vaak niet meer in staat om de Heere God te danken, te prijzen en te loven om wie hij is en om wat hij gedaan heeft in Jezus Christus op het kruis van Golgotha en in hun eigen leven. Als ze het al doen, is het vaak gedachteloos en zonder geestelijke waarde. En dan zijn ze meer een gewoonte geworden. Ontspannen zijn is echter niet hetzelfde als leeg zijn. Een ontspannen gelovige kan vol zijn van gedachten over de toekomst, het verleden, over familieleden en kennissen, over het leven van Jezus en de apostelen en profeten en nog veel meer, zonder dat deze gedachten hem vermoeien of overspannen. Hier maken gelovigen, ook gelovige psychologen, soms fouten. Zij adviseren medegelovigen soms de Bijbel maar eens een tijdje dicht te doen. Rust te nemen door ontspannende lectuur of televisieuitzendingen te lezen, te kijken of rustgevende muziek te beluisteren. En hoewel dat op zichzelf best goed kan zijn, zou het beter zijn om te onderzoeken op welke wijze men de Bijbel bestudeert. Jezus zei reeds: hoe leest u? Het hoe van ons lezen van de Bijbel is immers uiterst belangrijk. Wanneer het alleen maar om kennisverwerving zou gaan, of om een lezing voor te bereiden, of een scriptie te maken, dan lopen ook christenen gevaar in een stress te raken. Vooral als ze meer willen doen dan ze aankunnen. Het lezen van de Bijbel kan het beste daarom in kleine gedeelten gaan. Want we worden heel gemakkelijk afgeleid. En met kleine gedeelten tegelijk kunnen we ons afvragen wat we hebben gelezen, wat de persoonlijke oproep is aan onze eigen geest en wat er staat geschreven aan beloften en wat er staat geschreven van de Heer Jezus zelf of van God of lessen uit de karakters en de geschiedenissen van de mensen. En dan mogen we dat lezen met een gebed in het hart om verlichting van het gelezene, zodat er ook een tijd komt voor lofprijzing, dankzegging en voorbeden. Vaak komen we aan dat laatste niet eens toe. Maar terwijl we in de Bijbel lezen, kan het gemakkelijk dat we aan concrete situaties denken, aan personen die hulp nodig hebben, en dan mogen wij ze eerst bij de Heer brengen, die namen noemen, hun omstandigheden, en voorbeden voor hen doen en hen dan eventueel bemoedigen door een kaartje of een telefoontje en het gelezen schriftgedeelte doorgeven. Ja, is het met de huidige druk op de mens en de stress waarin ze leven geen wonder dat we dan nog niet meer weten wat we enkele regels eerder hebben trachten op te nemen? Wanneer het gedachtenleven zo gericht is op de aardse dingen, hoewel dat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, dan krijgt God helemaal geen plaats meer in het leven. En daarom wordt de gelovige in Romeinen 12 vers 3 opgeroepen om bedachtzaam te zijn of te worden. Jezelf te oefenen door de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is. En wat dachten we van Filippenzen 4 vers 8 dus? Die veel gebruikt wordt door de positief denkprofeten van deze laatste tientallen jaren. We worden daar opgeroepen alleen maar te bedenken wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient. En elders staat er in de schrift: denk niet de een de ander kwaad in je hart. Ook moeten we niet boven ons geloof uitgaan, dus niet op hogere dingen zinnen dan die we vanuit ons geschonken geloof kunnen overzien. Je kunt dat lezen in Romeinen 12 vers 16. En wat dacht u van elke gedachte die zich verheft tegen de kennis van Christus gevangen te geven en onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen? Nou, als dat geen strijd geeft. Thank you.
Laat ik u mede namens een andere gelovige, de schrijver van het zeer lezenswaardige boekje Gedachtenbeïnvloeding in het licht van de Bijbel van J.I. van Waerem uit Amsterdam en Hilversum, waaruit ik sommige citaten heb overgenomen en ik geef zijn advies door. Vertrouw niet zonder meer op wat we kunnen beschrijven als flitsen van gedachten of plotselinge impulsen. De Heilige Geest werkt door uw geest en door middel van uw denken op een kalme, vredige, weloverwogen wijze en hij wil dat soms ook bevestigen doordat anderen u van advies dienen. Hij werkt nooit als een dictator, maar stelt u juist in de vrijheid zodat u kunt kiezen. Vanwege de grote gevaren kunnen we niet zonder meer vertrouwen op wat van buiten komt. Diepere gemeenschap met God door de Heilige Geest vormt een eerste voorwaarde om gedachtenimpulsen op hun oorsprong te beoordelen. Vanuit die relatie zult u leren zorgvuldig en voorzichtig te reageren. De in de wedergeboren gelovigen wonen de goddelijke geest, die onbelemmerd onze gedachten wil behouden op de weg van de waarheid, wil ook ons verstand verlichten, zodat we weten of de gedachten uit God zijn. Deze heilige geest stelt ons in staat om op de juiste wijze met elkaar en met God in zijn licht te blijven wandelen. Laten we nu van elkaar afscheid nemen met deze zegenwens van Mozes. De Heere zegene u en behoede u. Hij doe zijn aangezicht over u lichten en geef u vrede.